De 23-jarige Paul Smulders uit Helmond is op de algemene ledenvergadering van GroenLinks-Brabant gekozen tot lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen. Daarmee is hij de jongste lijsttrekker voor deze verkiezingen ooit. Hopla! Wat Nederland en wat Brabant nodig heeft, is politiek met passie. Dit debat vandaag gaat over de leefbaarheid van onze dorpen, maar het gaat over meer. Dit debat gaat over de economische toekomst van onze provincie. En hoe kan het toch zijn dat de rekening zo makkelijk wordt doorgeschoven naar volgende generaties? Ik denk dat dat terug te redeneren is op belangen. Onze generatie is vrijwel niet vertegenwoordigd in de bestaande belangen. We hebben tegengestemd en je ziet nu dat meer provincies dat ook gaan doen. Ik geloof het gewoon niet dat dit het enige is wat we kunnen doen. Maar is dit wel het moment voor oogkleppen op en op koers blijven? GroenLinks denkt van niet. En ja, laten we wel wezen, mocht het kabinet toch een besluit nemen tegen de wil van de Brabanders, dan laten ze wel hun ware gezicht zien. En wat in ieder geval duidelijk moet zijn, is dat onze moties en amendementen duidelijk maken dat realisme, visie en idealen prima kunnen samengaan. Leg jij je leuten wel eens op spoor? Als je gaat kijken naar de regio Eindhoven, naar Brainport, die zijn uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld. Daar wordt het geld verdiend voor de BV Brabant en de BV Nederland. Uiteindelijk heb ik toch besloten om ja te zeggen tegen de vraag uit Helmond. En ik zie het als een unieke kans om Helmond met de ervaring die ik de afgelopen jaren onder meer hier heb opgedaan, vanuit het college van BMW groener en socialer te gaan maken. Ik vond het in ieder geval een enorme eer om namens GroenLinks in Brabant in Provinciale Staten te zitten. Dus ik zal hier ongetwijfeld nog regelmatig te vinden zijn. Graag tot dan en het gaat jullie goed.